Commanderie van Sint-Jan. We zijn bij een van de oudste gebouwen van Nijmegen. Het is tevens een van de eerste stenen gebouwen in Nijmegen. De commanderie van Sint-Jan werd in 1196 gebouwd door graaf Alardus en zijn vrouw Uda. Het was oorspronkelijk een hospitaal en gebruikt als pelgrimshuis. Aan deze ridderlijke orde, een commanderij, gewijd aan Sint-Jan, dankt het gebouw zijn naam. In 1214 kwam het gebouw in handen van de militaire kloosterorde, de Johannieters. Dat waren ridders. Aan het hoofd van het klooster stond de commandeur. De Johannieters namen deel aan de kruistochten. In 1495 telde het klooster 11 bedden, waarvan 9 voor de kloosterlingen en personeel. Er lag op zolder een grote hoeveelheid hop. Waarschijnlijk werd er 500 jaar geleden ook al bier gebrouwen binnen deze muren. In de late middeleeuwen was de toren, die er nog steeds staat, eigenlijk een ijskelder. In de winter haalde men uit de Waal vele hoeveelheden ijs die ze in de toren legden. In deze ijskelder bewaarde men bijvoorbeeld voedsel. In 1530 schonk Karel V het eiland Malta aan de Johannieters. Zij werden door de protestanten met rust gelaten omdat een protestantse predikant daar mocht wonen. Helaas duurde dat niet lang. Wraak voor de beeldenstorm gooide roet in het eten. In 1576 werden Spaanse soldaten ingekwartierd in de commanderie. Hierna was het gebouw afwisselend in handen van de katholieken en de protestanten. Het werd gebruikt als legerplaats van de Spaanse of Staatse troepen. In 1638 overleed de laatste commandeur en kwam de commanderie als laatste katholiek pand in Nijmegen in handen van het protestantse stadsbestuur. Het pand werd in 1655 een hogeschool, maar de komst van de Fransen in 1672 maakte hier alweer een einde aan. Het gebouw werd nu een kazerne. Vanaf 1686 vluchtten Franse en Waalse protestanten in grote getalen naar Nederland. Zo wilden zij de verwachte vervolging door de Rooms-Katholieken ontlopen. In de commanderie mocht de Waalse gemeente een kerk beginnen. Tot in de Tweede Wereldoorlog maakte de Waalse kerk een groei door. Bij het bombardement op Nijmegen in 1944 werd de commanderie flink beschadigd, waardoor de Waalse kerk hier verdween. In 1952 kocht een Nijmeegse antiquair deze ruïne en bouwde er een romantisch keldergewerf onder, het Wijnhuis. In 1969 werd de ruïne gerenoveerd. Het werd een reconstructie van de commanderie van voor de Waalse kerk. Momenteel is het pand een bruisend centrum van ambacht, horeca en cultuur. Er is nu horeca, een brouwerij en een brouwerijmuseum ingevestigd. En het Uda-bier uit eigen brouwerij smaakt geweldig. Al moet je daar niet voor het filmen mee beginnen. Jongens!